Vrijdag 19 februari vertelde de fractie van SGP de kinderen uit groep 8 van de Eben Heeser School wat meer over de politiek. Zo werd er onder meer verteld over de lokale politiek, maar ook over de fractie. Dit allemaal gebeurde in de raadzaal in Barneveld. En nou juf, wat doet u om de kinderen wat meer bij te brengen aan de politiek? We hebben staatsinrichting met geschiedenis. Vertellen we over de landelijke partijen en wat er gewoon allemaal verteld wordt in de Tweede Kamer ook. We gaan binnenkort naar Den Haag, naar de Tweede Kamer, op het vragenuurtje mee te maken. Kort geleden hebben de kinderen een werkstuk gemaakt over politiek. Mochten ze een partij kiezen waar ze iets over wilden vertellen. In groepjes informatie gezocht en opgeschreven. Nou, we zijn hier bij een bijeenkomst. Leert u er nou ook nog wat van? Ja, zeker. En welke dingen leert u er dan van? Nou, het is altijd mooi om te zien, tenminste ik vind het zelf leuk om te zien waar iedereen zit en zo en wie wat doet. De kinderen waren erg geïnteresseerd in de informatie die gegeven werd over de politiek. Vol belangstelling werd er geluisterd. De klas was nog nooit zo stil geweest. Maar wat willen de kinderen graag anders zien als zij het voor het zeggen hadden? Ik woon in de Vaas, dus dan wil ik ook graag dat er een supermarkt komt. Is daar nog helemaal geen supermarkt dan? Hoe doe je dat nu dan, de boodschappen? Nou, gewoon een beetje ver rijden. Nou, dat er meer platteland komt. Een speelplaats. Waarom een speelplaats? Als we zo om ons heen kijken, zijn behoorlijk wat speelplaatsen, toch? Bij ons niet. Nou, en wat ga jij eraan doen om te zorgen dat er een speelplaats komt? Het is net uitgelegd, hè? Heb je stiekem niet goed geluisterd? Nou? Gewoon vragen aan de gemeente, zo. Gisteren moest ik een brief posten en dan moest ik helemaal naar de burg toe. En toen eigenlijk was het best wel handig als je dan een brievenbus dichtbij hebt. De 1, en daar hebben we een hoofdletter van gemaakt, dat is dat wij de mensen gunnen dat ze allemaal naar Gods woord leven.